goedenavond allemaal. Ik ben blij dat u er bent op weer een fantastisch Herengrachtconcert. Dat het fantastisch is, dat moet nog blijken natuurlijk. Maar alle voortekenen zijn goed, zeker nou er geen druppeltje regen uit de lucht valt. Een groot team van vrijwilligers, vele dorpelingen, mensen van buiten ons dorp en met name alle fantastische sponsors. Graag zou ik toch een applaus willen vragen voor al deze mensen. En daarna het woord overgeven aan onze burgemeester. Allemaal hartelijk welkom hier op de Herengracht. Op deze unieke plek. We zijn ook blij en we zijn trots op dit concert. Want het is echt een cultureel pareltje. De organisatoren, de vrijwilligers en natuurlijk ook de sponsors. Allemaal bedankt dat dit concert tot stand kan komen. Ik wens iedereen een hele plezierige avond. En dan is bij deze het concert geopend. Geweest. We staan net te zeggen, misschien de vijfde, zesde keer? Vijfde of zes keer. Ja, hoe lang, weet je niet meer hoe lang het al was? Het is de vijfde keer. Iedere twee keer. Ja, ik denk er vier keer geweest. Oké, okay. Is er nog een speciaal optreden waar jullie vanavond voor komen? Sok onder andere. Voor Sok, ja. Je staat hier lekker even te genieten. Ja, en als het goed is wordt het alleen maar beter. Wordt alleen maar beter. Ja. Op welke band wacht jij? Vooral op Sok. Dat dacht ik wel, ja. Nou, goedenavond Rinus. We zijn hier op het mooie Herengrachtconcert hier in Drimmelen. En het publiek stroomt toe van de heinde en verre, mooi toch? Mooi rustig sfeertje, met Braziliaanse muziek zijn we begonnen. En nu wordt het wat steviger. Ja, het is een prachtige plek om zo'n concert te organiseren. Hè? Ja, het is mooi. Het kost wel wat moeite, moet ik zeggen. Zoiets unieks, dat had behoorlijk wat voorbereiding vergt en veel tijd en energie in gaat zitten. Hoe doen jullie dat? Nou, ik jaag het een beetje aan. Ik heb wat contacten in de landen met wat mensen die wat muziek maken. En verder dan vraag ik een aantal mensen. Hey, en jullie hebben nu een van de laatste optredens, of bijna de laatste optredens, van Sok, hè? Ja, dat is helemaal fantastisch. Er komen twee jongens uit Drimmelen, het dorp, die komen spelen. Is er nou ook nog een speciaal optreden waar jij naar uitkijkt? Nou, ze gaan op een boot gaan ze spelen, de Zilvermeer, het laatste optreden. Ja, daar zullen ze misschien nog wel voor uitnodigen, wie weet. Ja, oké, okay. Nou dank jullie wel in ieder geval. Ik wens je nog een hele fijne avond en geniet er ook zelf van. Ja. We zijn begonnen, hè, nu, hè, hoor je het? Heel snel. Ja, heel mooi. Geen half uur wachten, heb ik gezegd. Meteen aan de slag. Mooi. Mooi, fijn. Dank je wel. Fijne avond. Bedankt hoor. Dank. We'll be right back.
vanavond voor de eerste keer of al vaker geweest? Ik ben ongeveer een jaar of zes geleden geweest. Toen woonde ik nog in Drummelen. En nu ben ik weer terug en nu zie ik het voor de tweede keer. En waar komt u vandaan als ik vraag mag? Om uit Geertruidenberg. Okay. Is er nog een speciaal optreden waar je vanavond voor komt? Nee, gewoon voor alles, want wij wonen hier in de straat. We want it all. Vindt u het tot nu toe van? Oh, wel leuk. Ja. Ja. En wat vond u van de band tot nu toe? Goed. Ja. Wel een beetje muziek zo. En zeker op deze afstand. Ja. Lekker even een avondje ertussenuit. Even een avondje lekker tussenuit. En het is mooi weer. Dat doet een hele hoop natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, dan wens ik u in ieder geval een fijne avond. Ja, dankjewel. Tot ziens. Heel veel plezier bij onze show. Voel je vrij. Lekker mee te dansen straks. Let's go for it. The Eminent Sauce. One, two, one, two.